Hallo, goedendag. Hey. Welkom, ik ben G. Ja, ik ben Aaron. Hey. Nou, vandaag staat mijn stoel in de ooi. Totaal andere setting dan dat je misschien gewend bent van een barber. Zal ik eens even kijken wat er onder die muts zit. Is het lang geleden dat je bij de kapper bent geweest? Het valt mee, een paar beetjes. Oké. Okay. En wat geef je altijd aan als je in de stoel van de kapper zit? Wat mag er gebeuren meestal? Een beetje hetzelfde, maar dan korter. Oké. Okay. Hoeveel korter? Gaat het echt om een dode punch of om een ander model misschien erin? Niet per se een ander model, er kan wel gewoon een goed stukje af. Oké. Okay. Dat is altijd lastig, hè? Kort, een goed stuk. Voor mij is kort bewijs van een centimeter en voor jou misschien wel een meter. Nee, maar als ik de lengte oppak, dan mag er zo'n stukje misschien wel. Ja, vanaf, denk ik wel. Hoor. Ja, hoor. Hey, maar leuk dat je er bent. Ja, inderdaad. Goede setting. Ja, dat vond ik ook wel. Ja. Mooi de Waalbrug op de achtergrond. Mooi stukje Nijmegen. Wel geboren en getogen in Nijmegen? Helemaal. Ja, echt een Nijmegenaar. Ja, ja, niet ras echt misschien, maar. Waarom niet ras echt? Je bent geboren en getogen. Dat wel, ja, dat wel. Maar. Wat is een ras echte Nijmegenaar? Bankse, als het echt in je bloed zit en je vader, als je vader en moeder ook nog Nijmegenaar zijn en zo. Oké, okay, want die komen niet uit Nijmegen. Nee. Uit? Niet. Moeder komt uit Amerika. En vader is van Nederlands. Oké. Okay. En waar uit Amerika komt moeder? Uit Baltimore. Oké. Okay. Dus je bent half Amerikaans. Ja, precies. Ook echt meegevolgd de laatste verkiezingen en niet heel erg. Omstandigheden of? Ik probeer er een beetje van te distancieren. Ja? Nee. Je hebt niet heel veel met politiek? Nee, eigenlijk niet. Ik hier in Nederland ook niet heel erg, eerlijk gezegd. Hoe bedoel je? Dat ik het in Nederland ook niet heel boeiend vind, eerlijk gezegd. Ik heb wel gestemd, maar. Dat wel. Op wie heb je gestemd, mag ik vragen? Nee, mag je niet vragen. Oké. Okay. Niks radicaals. Heel goed. En vandaag een dagje vrij? Nou, ik moet vanavond naar school. Oké. Okay. Maar nu nog wel genoeg tijd. Je studeert nog in studenten? Ja, laatste jaar van de fotoacademie nu. Van de? Fotoacademie. Fotoacademie. En dat doe je in? Amsterdam. Cool. Hoe vaak moet je heen en weer reizen? Gelukkig maar een dagje in de week. Dat is de rest zelfstudie. En doe je daarnaast ook werken en dan iets met fotografie? Of, Ja, ik ben op zaterdag ben ik postbode en verder doe ik ook wel gewoon fotografie klusjes. Okay. En dan ZZP'er en zo. Hey, en fotografie, waar moet ik aan denken? Wat vind je vooral leuk om te fotograferen? Ja, ik ben begonnen door BMX fotografie, zeg maar het stuntfietsjes. En daar ben ik eigenlijk nog steeds heel erg mee bezig en zo. Ja. Ik heb ook best lang voor een blad gefotografeerd uit Duitsland. Oké. Okay. En daar 3 koffers voor gehad en best veel artikelen en zo. Dat is wel gaaf. Dus tijdens je studieperiode had je wel gewoon leuke opdrachten? Ja, zeker. Okay. En dat is dan echt stage of is dat echt is dat dan werk? Ja, dat is wel gewoon werk. Oké. Okay. Hoe kom je aan dan zo'n opdracht, zo'n Duits blad? Nou, de BMX-scene is best wel klein en ik wist wel dat het blad er was en ik had een tijdje zeg maar een beetje foto's opgespaard die niet waren gepubliceerd en zo. Dus ik dacht van ik stuur even gewoon een selectie op en eentje kwam daarin en daarna kwam het steeds meer zeg maar. Toch? Zo relaxed. Waar moet ik dan aan denken aan BMX fotografie? Echt van die fietsen die dan in de lucht mooie trucjes maken en dan probeer je de juiste... Ja precies. Gewoon, de juiste moment te pakken zeg maar. Ja en dan ook nog liefst een beetje de omgeving erin te betrekken en zo. Okay. In ieder geval, liefst zit ik zeg maar niet in skateparken, maar ik heb bijvoorbeeld hier om het hoekje heb ik ook een keer tijdens sneeuw een BMX foto gemaakt en zo. Ja. Meer dat soort dingen. Oké. Okay. En het blijft natuurlijk niet alleen maar bij de BMX fotografie, zijn er nog andere interessegebieden wat betreft fotografie? Word je graag gefotografeerd? Ja, ik vind landschappen en portretten wel tof om te doen. Ja. Sowieso in ieder geval. Dat doe ik zelf uit mezelf ook wel. En verder schiet ik ook veel analoog. In ieder geval met rolletjes. Ah. En daar ligt ook wel mijn interesse. Maar dat zijn ook eigenlijk wel voornamelijk landschappen en portretten. Wat heb je dan niet zoveel met digitale fotografie? Jawel, maar het is eigenlijk wel heel steriel. Dus voor opdrachten en dergelijke gebruik ik het wel. Maar als ik zelf analoog kan schieten, doe ik het wel liever. Hm. Wat is de foto waar je het meest trots op bent? Zeg van dat is de meest mooie foto die ik ooit heb geschoten. Ja, ik denk dat er wel een aantal zijn. Ik denk, de eerste waarvan ik zeg maar in het BMX-blad kwam, die was wel een heel mooie shot. In ieder geval, het was ook op een dak van een metrostation. Ja. En er zat een soort van halfpipe, zeg maar zo'n helling. En
ik weet niet, een BMX'er kon er net een wallride doen. En het was eigenlijk super hectisch, want om de 4 minuten kwam er natuurlijk een metro langs. En wij moesten snel in die 4 minuten zo het dak oprennen en die foto maken. En uiteindelijk is dat wel goed uitgepakt. Oké. Zonder boete ook, gelukkig. Ja, er kan ook er staat dan een boete op als je... Ja, het is gewoon verboden terrein eigenlijk. Oké. In ieder geval, het is gewoon op een dak. En wat zou voor jou de ultieme opdrachtgever zijn? Ja, Red Bull eigenlijk wel. In ieder geval, die doen heel veel met BMX en ook gewoon creativiteit. Ja. Dus heb je al wat foto's die kant op gestuurd naar Red Bull? Ik heb 1 klus voor hen gehad en voor de rest, ik denk als ik klaar ben met mijn studie, dat ik dan gewoon ook daar even wat ideeën ga pitchen. Gaaf. Je hebt al wat gedaan voor Red Bull? Ja, 1 keer. Gewoon even een dagje in ieder geval. En toen? Een heel tree aan Red Bull meegekregen? Of? Nee, ik drink eigenlijk geen cafeïne, dus daar was ik eigenlijk al blij mee. Nee, weinig met cafeïne. Ja, ik word een beetje onrustig van. Dus, Oké. Niet echt fijn gevoel. Ja. En als je nou zo hier zit met deze setting, heb je dan zoiets van nee, dat is, eigenlijk zou ik me willen fotograferen in plaats van in de stoel te zitten? Of heb je zoiets van ja, leuk die setting, maar niet echt aan mij besteed als fotograaf? Nou, ik weet niet. Als ik hier zou willen fotograferen, dan ga ik wel een andere dag erheen. In ieder geval, ik heb wel genoeg tijd. En op zich heb ik dit gebied ook wel genoeg verkend. Dus. Ja. En als ik jouw werk zou willen zien, waar kan ik op zoeken? Heb je een website waar ik wat van je werk kan zien? Ja, ik heb gewoon een website. Dat is gewoon aronswaal.com. Nog een keer? Aronswaal.com. Aronswaal.com. Oké, cool. Dat is wel tof. Want wat is je afstudeeropdracht? Het is eigenlijk gewoon vrije keuze. Bij mij gaat het eigenlijk heel verrassend over BMX. Ja. Maar eigenlijk ook meer gewoon hoe wij omgaan in het landschap en hoe dat weer terugreageert en zo. Ja. En ook hoe we de creativiteit het benutten en zo. Hoe bedoel je dat? Hoe we creativiteit benutten? Ja, dat sommige mensen zien gewoon een trap of een reling en denken van ja, leuk. Zien mensen niks in en wij zien er allemaal mogelijkheden in. Echt elk hoekje vind ik interessant eigenlijk. Oké. Een beetje. Daar is het ook voortgekomen. En al bij mijn afstuderen heb ik een krantje gemaakt. Mm-hmm. Gewoon van 30 foto's en dan komen nog prints aan de muur voor de expositie. Oké. En volledig analoog of combi? Volledig analoog ook, ja. Oké. In ieder geval, ik heb de negatieve die ik heb geschoten zijn ook allemaal hoekjes en dingen waar ik creativiteit uit haal. En daar heb ik dan weer een goedje overheen gedaan en op een speciale manier bewerkt. Zodat echt eigenlijk het hele negatief naar de kloot gaat. Oké. Dus dat is wel, ja, ik vind het wel interessant eigenlijk. Ja. Doe je zelf ook iets met fietsen, BMX? Ja, in ieder geval, dat doe ik ook al 10 jaar. Ik denk dat je, ja, als je BMX-foto's wil maken, dat je eigenlijk ook niet anders kan dan BMX er zelf moet doen. Ben je nou ook op een BMX gekomen? Nee, dat niet. Ik zat eraan te twijfelen, maar ik dacht, nou, als we wat tricks kunnen laten zien of zo. In het weiland. Ja. Nee. Helaas. Zacht ondergrond, dus. Ja, eventueel een goede fly om op te landen. Nou, we gaan nou de goede kant op, hè? Ja. Zo. Wat betreft het weer? Zeg je? Wat betreft het weer gaan we de goede kant. Wat betreft het haar ook. Ja, ja, zie je het ontstaan? Ja. Ja, het is niet zo gek, niet heel anders. Of zo. Dus ik haal een stukje ervan af, ik ben een beetje aan het uitdunnen. Want de nek die vorige keer is er boven wel uitgedund, zo ziet het eruit. Alleen in je nek is het nog best wel vol en dik, dus dat ben ik dan aan het uitdunnen. Mm-hmm. Maar qua lengte zijn we er eigenlijk wel een beetje. En als je dan voor je werk als postbode, doe je dat dan met de fiets of heb je zo'n... Een loopcar? Ja, ik heb wel gewoon een normale fiets. Dus je hebt niet even een BMX omgetoverd tot een... Nee. Dat mag waarschijnlijk ook niet, denk ik, of? Ik denk wel dat het best mag, maar... Ja, het is ook, BMX is wel duurder als normale fiets, dus... Ja, als het gejat wordt, is het ook natuurlijk een beetje jammer. Een beetje zonde. En ik wil er natuurlijk ook niet echt verwerk van maken. Nee, maar zou je niet ietsje sneller mee zijn? Met je ronde, zeg maar? Of, ik denk dat het meevalt. Dat je over daken heen... Het zou mooi zijn. Meer voor Sinterklaas, denk ik. Ja? Denk dat. Staat er iets in de planning voor Sinterklaas met de BMX-fiets op het dak? Nee, dat niet. Niet voor mij in ieder geval. Misschien wel een goeie. Wat is fotografie over, nou zeg 20 jaar? Wat heb je daar een idee over? Ja, ik denk dat... Ja, het zou steeds meer gecombineerd met film kunnen worden, denk ik. Ja? Dat je gewoon wellicht foto's tegelijkertijd met film kan doen. En ik denk dat het allemaal steeds sneller gaat.
volgens mij. Ik heb mij laten vertellen of ergens gelezen dat ons eigenlijk ons oog dat de beste lens is die er bestaat. Ja, dat zou ook goed kunnen. Dus zijn er op dat gebied bepaalde ontwikkelingen? Dat ze kijken naar de werking van het oog en dat misschien... Ja, ik denk dat het best wel gewoon een lens op je oog kan komen en daarmee kan fotograferen. In ieder geval, dan heb je hem in ieder geval altijd bij. Dus denk dat als je één keer knippert en dat je dan een... Precies. En in de andere oog een flits of zo. Precies. Het zou mooi zijn. Ja, dat vind ik altijd wel tof. De naaste nieuwe innovatieve ontwikkeling. En dat maakt eigenlijk niet uit op wat voor het gebied. Want tegenwoordig is alles in een soort transitie, met een mooi woord. Ja, precies. Ik vond het wel grappig. Ik zit nu 21 jaar in het vak, dus wel 21 jaar verschillende gesprekken. Dat is ook met fotografen. En ik kan het goed herinneren voor de opkomst van het digitale fotografeertijdperk. Dat je een hele grote groep had van fotografen die zeiden van nou, analoog, dat is gewoon een ding. Digitaal, ja, gaat het niet worden. En zelfs die zijn ook weer bij... bijgedraaid. Ja, precies. Maar het zal niet verdwijnen, fotografie. Het zal niet overgenomen worden door... computers of zo. Ja. Ik denk niet, eerlijk gezegd. De mensen altijd nog als een soort tussenschakel ertussen zitten. Ja, precies. Of het wordt een niche. Een beetje hetzelfde als schilderen, denk ik, haast. Misschien dan. Dat was eerst natuurlijk het ding voor fotografie. Oh, zo bedoel je. Ja. Dus vooral fotografie hadden we dat het werd... Ja, dat mensen schilderen voor een portret. En toen werd fotografie ook niet serieus genomen. Nee, want hoe werd er toen gekeken op fotografie? Ja, ik denk hetzelfde als analoog die naar digitaal keek. Van, Maar toen was het schilder was het ding, en de fotografie was maar techniek en technologie. En, precies. Het heeft toch nog wel lang geduurd voordat we van analoog naar... digitaal zijn gegaan, maar dus die verandering. Nou, benieuwd. Precies. Ik ga een beetje haar vrijmaken. Oké. Zou je er nog wat product in willen? Hoeft mij niet per se hoor. Nee? Als het voor jou denkt dat het nodig is, dan mag het. Maar... Nou, wat me opvalt bij jou is dat het hier boven vooral een beetje pluist. En dat is aan de zijkant is dat veel minder. En ik heb wel een hele dunne lichte pomade, daar kan ik echt een puntje van gebruiken. Dat is meer om het pluizen tegen te gaan dan dat het echt model gekamd gaat worden. Want ik hou het gewoon lekker de natuurlijke look. Tenzij je muts op gaat doen, dan kan ik maar beter niks gaan doen als je een muts op doet. Ik denk dan, dat de kans vrij groot aanwezig is dat ik een muts op ga doen. Ja, dan doe ik er niks, smeer ik er niks in, want anders komt dat in je muts terecht. Precies. Nou, zoals ik al zei, niet heel veel geks, maar vooral wat ingekort en wat uitgedund in de nekpartij. Ik ben wat wijzer geworden over fotografie en wie jij bent. En waar konden jouw foto's ook weer bezichtigen? Aaronswelf.com. Ja. Nou, ik hoop dat er een balkje hier ergens komt. Precies, top. Hey, dankjewel. Ja. Nee, dankjewel. Alsjeblieft.